ik zag op tv een commercial van de Hartstichting dat je je bloeddruk kon laten meten. En dan heb ik tijdens mijn zwangerschap heel veel last gehad van hoge bloeddruk. Dus ik denk, nou, laat ik eens kijken of alles nu nog steeds goed is. En hij was iets aan de hoge kant. Dus ja, maar een beetje in de gaten houden. Ik heb een dochter, daar wil je zo oud mogelijk voor worden natuurlijk. Maar ook in goede gezondheid, dat je leuke dingen met haar kan blijven doen. Maar ik denk dat het voor iedereen essentieel is, toch? Om gezond te leven. Je kan hier één keer per maand je bloeddruk testen. Dus ik kom binnenkort nog een keer terug om te kijken. En anders ja, misschien toch een keer langs de huisarts als hij toch echt structureel te hoog blijkt.